Het komt vaak voor dat we tekeningen krijgen aangeleverd in DXF-formaat. We kunnen deze tekeningen overtekenen door middel van de tekenfuncties in de stelsoftware, maar wat we ook kunnen doen is deze DXF-files direct inlezen op de machine. Hoe doen we dat? Als allereerst maken we natuurlijk het uitgangsmateriaal aan en ik geef mijn bewerking op. Ik selecteer mijn frames. En ik geef mijn verspaningsgegevens op. In plaats van nu de functies in het menu tekenen te gebruiken, ga ik naar het menu aanpassen en zeg ik invoeren DXF. In het DXF dialoog kan ik rechts onderin mijn bestand openen. Door middel van bestand open. Ik selecteer mijn DXF. En zie nu mijn DXF tekening zoals de klant hem heeft aangeleverd. Als allereerst kan ik in het menu beeld de functie tekening opschonen gebruiken. Als ik daarop druk zie ik dat al mijn bematigingen, overige tekst gelijk worden weggefilterd zodat ik een goed overzicht creëer. Ook kan ik gelijk in hetzelfde menu gebruik maken van de functie lagen en mijn overige lagen die ik niet nodig heb. Deselecteren. Nu zien we ook dat links onderin mijn nulpunt zich bevindt en die willen we hier op het linksonderpunt hebben van mijn tekening. Ik selecteer alles door middel van de functie selecteer alles en ik ga naar het menu aanpassen en zeg ik centreren. Ik selecteer het punt wat ik als nulpunt wil hebben en de tekening verplaatst zich. Ik deselecteer weer alle lijnen en nu zou ik de lijnen kunnen selecteren die ik wil invoegen. Nou, dit kan ik lijn voor lijn doen, elke lijn afzonderlijk en ook dit deselecteren. Maar wat ik ook kan doen is ik maak gebruik van de functie selecteer contour. Onder menu aanpassen kan ik deze vinden. Selecteer contour. Nu kan ik drukken op het contour wat ik wil invoeren. Ik selecteer dit contour. En het binnenste contour. Nou, door nu op kruisje te drukken, vraagt de software ook, wilt u de geselecteerde elementen in de tekening voegen? Ja. En nu zien we de lijnen, zoals we hem zagen in de tekening, overgenomen in het programma. Nu kan ik deze lijnen nog aanpassen door kamers van te maken, of eilanden. En kan ik gewenst nog de richting van mijn contour omkeren. En zo kunnen wij gemakkelijk DXF inlezen in de stelsoftware.